Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Curaçao werd gisteravond voor de tweede achtereenvolgende nacht gedemonstreerd. Ontevreden burgers willen dat de regering ruggenaad opstapt. Gisteren werd onder meer in Brievengat gedemonstreerd en ook in Buena Vista was er protest. De manifestanten hebben een brief afgegeven bij de gouverneur in Fort Amsterdam. Ze zijn boos omdat er veel armoede op het eiland is en de overheid volgens de demonstranten te weinig voor de bevolking doet. Woensdagavond blokkeerden boze demonstranten al enige tijd de Julianabrug om hun onvrede te uiten. De brandweer heeft gisteren veel branden moeten blussen. Het ging om in de brand gestoken autobanden en vuilnis. Die werden zowel tijdens de demonstraties in de brand gestoken als op andere plekken. Over het hele eiland werd gisteravond brand gesticht. Uiteindelijk wist de politie 3 mannen aan te houden. Ze reden in een busje met verschillende autobanden en worden verdacht van brandstichting. De brandweer heeft alles relatief snel kunnen blussen. De gevangenis heeft antidroneapparatuur aangeschaft. Dat heeft de directeur van de SDKK, Unie Florant, tegen de Extra gezegd. Drones vormen al lange tijd een groot probleem bij de gevangenis, omdat onbekenden met de drones proberen spullen af te geven in de gevangenis. Dan gaat het soms om drugs of wapens. Gevangenispersoneel mag op de drone schieten, maar toch is dat niet dé oplossing, aldus Florant. De gevangenis verwacht met de nieuwe apparatuur het probleem helemaal uit de wereld te kunnen helpen. De Extra opent vandaag met het bericht dat het plan waarop de overheid zich baseerde bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda niet correct was. In 2014 begonnen verschillende stichtingen een rechtszaak tegen de overheid omdat ze niet eens waren met het veranderde plan. De overheid had namelijk net beslist de bouw van het ziekenhuis niet op het Amstelterrein maar in Otrobanda plaats te laten vinden. Advocaat Achim Henriques stond de verschillende stichtingen bij. Oud-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Anthony Tromp, noemt de voorwaarden die Nederland heeft gesteld bij het verlenen van de zogenaamde coronaleningen gevaarlijk. Ze kunnen namelijk de economie van Curaçao ondermijnen, aldus Tromp. Hij betreurt het dat de leningen zijn verbonden aan dergelijke voorwaarden en vooral dat hierdoor meer onzekerheid op Curaçao kan ontstaan. Luchtvaartmaatschappij JetAir gaat weer vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten. Dat heeft de maatschappij gisteren aangekondigd. Door de coronacrisis waren de grenzen 3 maanden dicht. De eerste vlucht van JetAir tussen Curaçao en Sint Maarten staat gepland op 21 juni. De maatschappij vliegt 3 keer per week op de route. Passagiers moeten tijdens de hele vlucht verplicht een mondkapje dragen. AGKK, de Vereniging van Carnavalsgroepen op Curaçao, hoopt voor het eind van de maand duidelijkheid te kunnen geven of carnaval volgend jaar doorgaat of niet. De president van de AGKK, Henny Reinilia, zegt dat de groepen zo snel mogelijk moeten weten of het carnaval doorgaat. Dit in verband met de lange voorbereidingen van het carnaval. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.